Wie is hier mega Kikoes fan? Oké. Dan ook even niet goed. Nou, dat is maar wat verwacht. Ik dacht, Anneke, Giersbergen zingt Kikoes. Kom op, Kikoes fan op af. Wie is mega Anneke fan? Ik hoor er even op. Nee, ik was niet aan het vissen. Oké, nog een vraag. Wie kent het lied Whutering? Want anders heb je onder een steen gewoond. Wie heeft het boek gelezen? Laat zei iemand een samenvatting. Dat telt ook. Ja, ik zei net ook al een beetje. Het is, Kate Bush die spoort ons aan tot lezen van literatuur en poëzie. Omdat zij geïnspireerd raakt daardoor en liedjes gaan. En daar worden we een slimmer mens van. Behalve dan misschien die straffe pil van een Wuthering Heights. Een paar wijze neus daar. En toen dacht ik, weet je, misschien is het leuk als ik jullie een beknopte versie van het verhaal geef. Dan kun je namelijk op het volgende familiefeest gewoon een beetje slim doen. Dan kijk je met je schuin neer op tante Annie en zeg je: oh, Whutering Heights, wel, Emily Bronte, of course, die heb ik gelezen natuurlijk. Ja. Of in het Nederlands, de woeste hoogte. Maar ik heb natuurlijk in het Engels gelezen, zo, ik kan dat een beetje vertellen. Ja? En het gaat over de tragische relatie tussen Catherine en Heathcliff. Heathcliff is een vondeling. Opgenomen door de rijke familie Earnshaw. Ze groeien samen op en ze worden verliefd. Maar Catherine die wil later een goed en welvarend leven. Maar dat kan Heathcliff haar niet bieden, want hij is een stalknecht. Dat baantje heeft hij gekregen toen hij werd opgenomen in de familie. Catherine trouwt later met een rijke man. En Heathcliff gaat kapot van verdriet. Hij besluit weg te gaan en keert jaren later terug. Nog veel rijker dan de familie Earnshaw. Hij heeft zijn fortuin gemaakt. Maar hij maakt iedereen het leven zuur. Door met de zus van Catherine's man te trouwen. Als Catherine jong sterft, raakt Heathcliff helemaal verbitterd. En zijn obsessieve wraak dreunt door tot in de generaties daarna. In het volgende lied komt Catherine terug bij Heathcliff als geest.